De Stichting Toerisme Suriname, STS, heeft het afgelopen weekend in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, een tweedaagse vakantie in Suriname infobeurs gehouden. Deze infobeurs is voor de eerste keer georganiseerd en kan gezien worden als een toerismebeurs, zegt Shaoufta Abdul, consultant voor de STS. Het doel van de beurs is het bewustzijn ten aanzien van toerismemogelijkheden. In eigen land op te wekken, benadrukt Abdul. De opening is verricht door minister Stephen Tsang van Handel en Industrie. Er waren 51 informatiestands, waaronder die van het ministerie. Abdul zegt verder dat ook vertegenwoordigers van vakantieoorden, touroperators en hotels het publiek over de vakantiemogelijkheden in Suriname hebben geïnformeerd. Voor de eerste keer was de infobeurs meteen een geslaagd evenement, zegt Abdul. Ondanks de korte periode is het toch gelukt om zoveel als mogelijk mensen aan te trekken. En ik mag wel zeggen dat het goed is afgelopen. En los van de informatie waren er beide dagen ook activiteiten hier waarbij we de Surinaamse cultuur in beeld hebben gebracht. Bijvoorbeeld de Javaanse dans, de Indiaanse dans, de Hindoestaanse dans. Die ging gepaard met de cook-out, Doksa cook-out. Die werd op de tweede dag georganiseerd waarbij er een winnaar uit de bus is gekomen. En ja, dat zo'n beetje. Shaoufta Abdul, consultant voor de Stichting Toerisme Suriname. Zij sprak vanmiddag over de tweedaagse vakantie in Suriname infobeurs die het afgelopen weekend in de hal van de KKF is gehouden.